spontaan hem bijeengebracht vinden. Dit is een heel werk geweest. Het verzamelen van 750.000 handtekeningen van Nederlandse vrouwen. En het is ook nog niet zo eenvoudig die keurig opgeplakte kaarten gereed te maken voor de verzending. Ze zijn bedoeld als een eerbetuiging van de Nederlandse vrouwen aan de moeder des lands. De zending gaat vergezeld van oorkonden van 960 gemeenten en een wit perkamenten map met tekeningen. Leden van het vrouwelijk hulpkorps in Den Haag dragen de kartonnen dozen op kaasberries naar de vrachtwagen die ze naar Apeldoorn zal vervoeren. Voor de poorten van het Loo nemen de draagsters hun last weer op. En zonder uiterlijk vertoon gaat deze stille hulde van Nederlandse vrouwen het paleis binnen. Bij de internationale